17 januari waren wij aanwezig bij de box in Dokkum. We hebben daar een hele vette jeugdtraining gegeven. Daarnaast hebben we een hele vette volwassenentraining gegeven. En aan het einde van die training kwamen wat vragen over hoe je nou het beste een bepaalde techniek kon doen. Dus we hebben eigenlijk in de groep hebben we die behandeld. Onder andere hoe draai je op een balk, hoe draai je op een touw. Korte touwtjes zat erbij. Mocht je dat nou graag willen zien, kijk dit filmpje eventjes. Gooi uiteraard een duimpje omhoog mocht je het leuk vinden. En deel dit met iemand die deze techniektips wel kan gebruiken. Maar in te gaan op een vraag voor jullie. Hè? Misschien dat je zegt, voetklem, hoe kan ik die nog beter doen? Een stukje aapang, hoe kan ik beter die aan de zijwaarts doen? Noem maar op. Dus misschien is er iemand die al eens heeft van, die hindernis, daar klooi ik altijd mee. Dan kunnen we elkaar samen kijken wat de beste techniek daarvoor is. Of in ieder geval wat één van de goede techniek zou kunnen zijn. Heeft er iemand, ja... Nou, wat ik lastig vind is met dat net omlaag en dan, nou ja, dat vind ik niet lastig, maar dan moet je om die balk heen en dan er weer opkomen. Aan die kant bedoel je aan de onderkant, aan de onderkant. Dan door je punten dat je jezelf dan, dat vind ik een heel lastig punt. De opleg, dus je komt eigenlijk onderlangs en dan moet jezelf weer opleggen. Ja, en dan moet ik met één arm op die balk en dan moet ik die draai maken. Dat vind ik een lastige. Vind ik ook lastig. Ja, dat vind ik ook techniek. Die kunnen we kort langs. Nog iemand anders die techniek heeft gezegd? Dat kan best. Stakjes. Stokjes? Stokjes techniek. Ik haal hem altijd wel hoor, en ik weet de techniek op zich ook wel, maar het blijft gewoon een beetje moeilijk. En wat blijft dan lastig? Misschien is het toch een tip die je zegt van dat maakt hem iets lichter. Dus goed, kunnen we zo kijken, misschien is het niks. Bijna 90 kilo, maar dat moet toch altijd weer mee, weet je wel? Ja, ik ben 94 kilo, werk ik ook niet meer voor. Nee. Dus korte touwtjes is een beetje hetzelfde techniekje, zeg maar, dus daar kunnen we even bij langs. Even kijken hoe jij het doet en dan kijken of er iets beter kan, of anders. Of, misschien duurt het wel goed, maar moet je gewoon die onderarm trainen. Ja. Iemand anders? Dan hebben we nu twee mooie. Dat is ook zo, man. Ja. als je zwaar bent, is het niet makkelijk, hè? Ja. Gewoon een topatleet die hier staat. Nog één iemand, één techniek? Misschien zeg... Ik zag jou, een koprol over dat net doen, zeg maar. Dat vind ik wel tricky. Oké, en dan vanaf boven, zeg maar, als je er overheen gaat koprol? Ja, en dan dat net, zeg maar, snel weer achter te gaan. Doe dat net even. Snel langs. Is goed. Wil je de eerste doen? Ja. Goed, loop maar allemaal op deze kant mee. Wat ik meestal doe is, één erin, dan daaromheen klimmen. Maar je ziet, Jeroen draait eigenlijk om dit been heen. Het andere been blijft helemaal niet in het net zitten, zit alleen maar in de weg. Dus al je gewicht hangt aan één kant. Hij gaat nu omheen zitten kijken. Nu omheen pakken. Je legt één voet, eigenlijk. Gooi je been ergens, maar geen net zit. Je wil eigenlijk je elleboog erin leggen. En wat Jeroen dan eigenlijk doet, hij maakt een soort zwaaibeweging met zijn voet. En hij duwt dit been, duwt die langer uit. Dat is eigenlijk ook de techniek hoe je op een aapang kan komen. Zal ik snel laten zien. Jeroen doet het nog een keer. Ja, hard aan trekken en mijn rechterarm ook. Je ziet dat hij hier uitduwt. En tegelijk een klein zwaaitje maakt, waardoor je voor een deel gewoon met je zwaartekracht van je lichaam draai je jezelf zo. Het kost niet heel veel kracht. Ja, dan maar één keer doen. Hij gaat opliggen, elleboog gaat er overheen en gaat eigenlijk in zijn oksel liggen. Vooral deze oksel erop, ja. Heel belangrijk, anders recht je niet. En dan gaat hij eigenlijk met dit been, zie je uitstrekken. Je ziet hem gaan liggen. Glijdt er zo op. Dan rolt er zo op. En dan kun je in principe, kun je er een beetje opklimmen, kan de voeten bij. Kun je uitduwen uit je armen. Yes, dus dit is een ding. Laat ik één keer zien bij de aaphang. Dan kun je heel duidelijk het verschil zien. Dus je gaat meelopen. Je hangt er eigenlijk onder bij de aaphang en je wil op de aaphang gaan liggen als een cat crawl. Het werkt eigenlijk precies hetzelfde. Je gaat eigenlijk hangen. Ik wil één elleboog wil ik erop, voet gaat erop en ik maak eigenlijk een zwaai waardoor ik er zo op draai. Het kost me heel weinig kracht. Dus ik hang, doet wel wat zin. Ik duw hem uit en ik lig. Ik kan gaan rusten. Zo gerust, ik ben moe, ik hang boven het water, ik rust. Dan kan eventueel de cat crawl verder als ik het wil. Of dat ik denk, nee, het gaat wel weer. Hop, aaphangen en ik kan door. Dus die elleboog over je in die oksel liggen, doet wat zeer, maar goed. Been erop en die duw je uit. Yes. Tijdens een wedstrijd zie je de meeste mensen, dat zou ik zelf ook doen, vanuit de zwaai al bovenop klimmen. Ja. Dat je dan in één keer... Gebruik eigenlijk je zwaai die je al hebt, om dan één keer op. Gebruik ik nog wel eens in een wedstrijd, als ik moe ben, verzuur, ik denk in een combi, shit, even op touw liggen. 5 seconden rust, en dan weer door. Voor je überhaupt als je over een balk heen moet, vaak na een aaphang, even over de balk naar beneden. Ja. In één keer erop zwaaien is altijd wel een goede. Was de eerste. Goeie tip. Weinig tijd om echt te oefenen straks, dus
oefen het vooral met Rudy. Rudy heeft ook wel tips, dus wat dingen, dus oefen daar vooral mee. We gaan door naar de korte touwtjes en naar de stokjes. Eigenlijk wil ik eerst met de korte touwtjes even laten zien, want dat is denk ik misschien het makkelijkste. Als je hier blijft staan, is het makkelijkste vooral. Nee, ik ga het niet filmen. Korte touwtjes. Ik denk dat belangrijk is dat je één arm kort houdt en die andere mooi lang erbij. En vooral erboven. Heel belangrijk is hierbij ritme. Als je stil komt te hangen, wordt niks meer. Dus als ik op een gegeven moment stil hang, dan deze hangen vrij dicht bij elkaar. Je ziet wat er gebeurt, ik ga draaien. Ik moet die kant op, mijn gezicht gaat die kant op. Drama. Dus wat ik wil, maar eigenlijk zorgen dat ik hier vasthoud, deze blijft lang. Die blijft kort, kort, lang. Deze blijft kort. En ik heb eigenlijk ritme. Ik heb continu twee touwbreedte. Ik ga hem uitleggen geven of het. Ja. Bij dit soort hindernissen is het vaak zo, de een wil hem graag kort, zo met touw zijwaarts, de een wil hem kort, de ander wil hem lang. Hangt ook een beetje van de persoon af. Sommige mensen zijn heel sterk in de biceps. Pak hem dan lekker op korte armen, want dan heb je meer gripkracht. Als jij heel sterk bent in de handen, iets minder sterk in de biceps, is lange armen misschien handig. Bij deze korte touwtjes zou lange armen eventueel kunnen, want die zit lekker vast aan de balk. Hang ze aan de touw, pak hem dan vooral kort, want aan het einde gaan ze een klein beetje omhoog. En dan wil je vooral die zwaai vanuit je heupen kunnen inzetten. En dat is makkelijker met korte armen. Dus je kan net even iets meer optrekken. Als je eenmaal zo hangt, nou, ik heb het een paar keer gehad, dan kom je niet meer omhoog. Nee, echt zo. Je wordt touwtjes inderdaad op een gegeven moment. Je eindigt zo, je bent moe, je hangt op een gegeven moment zo. Dus op deze manier, ja, hoe kom ik nu nog een keer omhoog? Kom ik helemaal alles omhoog. En dan ben ik eigenlijk al mijn energie en spullen omhoog te komen. Opzij gaat het niet meer lukken. Dus vooral ritme blijven houden. Mocht deze nou steeds niet lukken, denk ik, ja, maar ik heb het ritme, ik heb vast. Onderarmen trainen. Echt onderarmen trainen. Ga heel veel hangen. Ga aan het rek hangen. Doe 30 seconden, 40 seconden, bouw het op. Ik hang nu elke dag 7 minuten lang. 7 setjes van een minuut. Ik merk echt, sinds dat ik dat doe, bijna een maand nu, ik ben zoveel sterker geworden. Dus eigenlijk alles wat ik pak is nu gewoon vast. Dus echt gripkracht. Een algemene tip nog bij dit soort hindernissen. Hoe sneller je er doorheen bent, hoe minder kracht het kost. Klinkt heel logisch. Dus als je wat kan overslaan, vooral hier, vooral doen. In je training is het misschien wel goed af en toe al alle touwen mee te pakken. Om het je wedstrijd, probeer zo snel mogelijk. Hier heb je ook een mooi inklimtouw. Nog een tip. Als je hier een voetklem in kan zetten, of soms moet dat wel, probeer dan zo ver mogelijk al te komen. Zet je voetklem zo laag mogelijk eigenlijk. Wat je nu Roen nu doet, gaat zo ver mogelijk reiken. Kijk, hij slaat al. Ik kan nog verder, ik kan nog verder. Hij heeft de voetklem nog steeds staan. Het kost nog steeds geen kracht. Zijn steeds, kijk. Ga je al. Nee, je bent niet allemaal 2 meter, maar ik denk dat je zeker 1 touwtje minder ver komt. Dat je zeker, als het touw nog langer is, doe dat. Soms in een wedstrijd kun je dan zelfs al bij het eindtouw. Kort touw, kijk, heb je kracht. Dit duurt wel wat langer relatief. Als je snel er doorheen kunt, snel er doorheen. Dit kost veel minder kracht. Heel veel wedstrijden en filmpjes die ik voor mij zijn gemaakt, doe ik dit. Doe gewoon ook. Ja, dat is zwaar. Wat was nummer 3? Net zo hoog. Ja. Je hebt eigenlijk 2 verschillende manieren, denk ik, of niet? Hoe je er overheen kan. Je kan er overheen, zoals bij een swing over, dat je eigenlijk 1 been achter de balk laat hangen. Dus je gaat er overheen, je pakt het touwbeet, je laat 1 been haken en gaat er dan overheen. Zorg dat je handen vasthoudt en je benen plaatst je naar beneden. Dat is een manier, een vrij veilige manier. Komt er niet zo heel veel kracht op je buikspieren terecht. Andere manier is, en dat is eigenlijk de snelste, je gaat er overheen, het lichtje, je pakt laag of deze wat hoger. Dus eigenlijk zijn 3 manieren. Je pakt er redelijk dicht bij het beet, gaat het kin op de borst. Ja. En de benen gaan helemaal naar beneden, komt er vrij veel, je ziet hem zwaaien, kracht op de buikspieren uit. Yes. Dus wat laag, kun je nog lager pakken? Moet je dat? Je kunt dus ook, stel het net is nog wat hoger en je hebt heel veel kracht, dan moet je alleen doen als je echt heel veel kracht hebt in je buikspieren. Als je je kin op de borst en dan een beetje schuin. Dan zul je zien dat die tegen, zie, dan komt er geen tegentouw aan. Er komt wel een flinke klap op de buikspier als je hem zo laag pakt. Ben je wel in 1 keer beneden. Ja. Maar, dus dat is echt wel, als je weet, en in het begin deed ik het zeker niet, in de wedstrijd ook lang niet altijd zien, wordt er veilig op te gaan, want ik ben moe, buiten adem. In de training kan ik dit, in de wedstrijd soms niet. De meeste netjes zitten niet vast aan de onderkant, dus als je dan die klap maakt, dan word je gewoon opgevangen door het net. Zorg dan altijd dat je even wacht tot je afspringt, want soms dan zit je voet wel vast. En dan ga je. Dat is nooit overkomen. Ik heb die tip al heel vroeg gekregen. Dus nooit head first gegaan.
Maar, is er nog iemand die een techniek heeft? Want op zich is het tijd, Rudy, maar maakt niet uit. Die maar niet als zij zeggen van we hebben nog even tijd, dan gaan we nog even door, toch? Maar bij de stadjes gaat dat niet over. En dan bedoel je één lange en kort? Ja. In principe, ik kan deze ook lang houden en deze ook kort. Dus ik hou eigenlijk vast. En als het een heel dun, deze is eigenlijk al vrij dun. Dus dan moet je wel twee. Dan moet je hem kort. Dus dan ga je in plaats van hoog beet pakken, pak je hem alleen kort. Dus dan pak je hem eigenlijk alleen op het stokje. Maar ik zie, ik kan hier al overslaan. Pak hem alleen met het stokje beet. Maar stel nou nieuws dat de touwtjes zo dun zijn, of zo kort zijn. Zeg maar. Dan kun je ook niet overslaan. Nee, dan moet je dus per ding, maar dan is het dus heel belangrijk, denk ik, op slot, korte armen en gewoon door blijven pakken. Nooit één pakken, te lang ga je draaien, dan ben je klaar. Als je deze pakt kort en zo snel mogelijk door. Hoe langer je hangt, hoe meer kracht het kost. Ik denk dat het inderdaad ook een krachtkwestie is. Hè? Je kan wel zeggen van dit is de beste techniek. Maar ja, als je een pull-up bar thuis hebt, zou ideaal zijn. Niels heeft er een thuis. Nou, Niels die hangt dus meestal zo passief thuis. Wat je ook kan doen is wel af en toe dan proberen dit vast te houden. Maar goed, heel mooi die kracht dat je laten zakken. Hou niet te lang vast, ga je seconden, dan zak je. Rustig aan opbouwen, dat soort krachtoefeningen die gaan ons helpen. Aanvullingen? Nee, het is één video zwaar in kort thuis. Dus ik had heel veel bang voor. Ja. Vorig jaar wel. En toen liep ik ben vorig jaar 9 in de KCR gaan liggen. Maar was ik nog steeds bang voor die kort thuis. Die wedstrijd, ik dacht, komt hij weer. Ja. Maar nu denk ik, ja, nu heb ik hem. Ja, zoals als een touwtje hangen en ja, en ze dan, en ze zijn nat, of ze zijn glad, ja. Of het vriest, ja. Of ja. Wat dan ook. Ja. Weet je, want je glijder uit, je voet kunt niet ondersteunen. Ja, hij zit vaak net op zo'n punt in de wedstrijd dat hij denkt, nu. Ja, precies. Ja. Ja. Vooral Coach Tille, Leeuwarden zijn er goed in. Ja. Oh, zijn de Friesen, ja. Ik zeg een perfecte afsluiting. Ja. Hey jongens, mag ik jullie hartelijk bedanken jongens, het is helemaal fantastisch hè. Ja, volgens mij hebben we ook weer aardig wat dingen geleerd. Ja? Konden we nu echt even heel uitgebreid op ingaan en ja, dat was gewoon helemaal top. Ja, en lekker professioneel hè, deze mannen. Super. Ja, hey, jij ook hartstikke bedankt. Bedankt. Hartstikke mooi dat jullie zijn gekomen en altijd van harte welkom om een keer mee te komen trainen. Hè? Ja, gaaf. Even een applaus. Ja? Dit waren een aantal technieken waarvan wij denken dat jullie er wat aan kunnen hebben. Mocht je nou denken, hey Niels, dat kan anders, ik zou het op een andere manier klimmen, laat het ons weten. Wij hebben namelijk niet alle wijsheid in pacht. We proberen alleen datgene te delen wat wij weten. Mocht je dit nou een vet filmpje vinden, gooi nog even een duimpje omhoog mocht je dat nog niet gedaan hebben. Like eventjes en we zien jullie in het volgende filmpje. Later. Take 8. Mocht je nou denken, hey, dat kan anders, of er komt een trein aan, stop je gewoon even met praten.